If you do drop off the door in my mind, just a nice thing on my basement wall. Funny enough, I'm more from my guest of my ex if you were paid. Funny enough, I got my hair dried. I can see that I'm up with my loss and now. Feel like my loss was also like a false hope. The immense step was of crying, reflect the day you do the glory. That's like the metaphor is my humanity away from you on the other hand. God, ongelukkig, bestaan my boek nie enig van die dag. Want daar is geen dag, wat ek nie met sekerheid vind die kategorie van een goeie dag verloor sien. Gedeeltelijk was het een goeie dag. Gedeeltelijk was het een slechte dag. Sien, dis al die herinnering wat ek van my pa oor het. Maar wat, tot moet ek eerst iets oor die vertel. Al wat ek kan onthou is dat ek voor elke middag nog werk vir my koffie jetels wat ek in my weekie wat ek in die machine by die spaak gekom het opgeleid. Ek het geraad vir my niets gekryde kunstaan, waarin ek heel dag vir die kerkers wil gewerk het. Hy het my ook vertel, en vertel dat ek een dag een baie beroemde kunstenaar verkoop. Wie weet, miskien is die kunstenaar op my voorlaat. My vry kunstaar het tot my voet en dat op dit portrette. Wacht, eerst terug naar mijn studie. In die dag moet alles veranderen. Paans is gewoonlijk laat naar voor die huis gekomen. Maar die keer kan ik meer van die jetels in een wereld gekrijgen. Mijn pop heeft geen van die grootste dingen. Wat mijn klein 7-jarige oogjes al ooit gezien in mijn handen gebroken. Dit was nie so goed af om my klein kunstwerk te raak nie. Ek is jammer, het ek gesê. Jammer van wat ek gewonnen het. Uit die klap som op my voorkop geblaas, om my vertaling nie te vir my is. Op daar die oomblik was ek so gelukkig, soos ek enig gesê vir jou van my sy kan wees. Dit was een goeie dag. Maar dit was pas een laatste dag. So vertel my asjeblief, in wat ek met my vriend was ek op die dag? Dit was een goeie dag. Slechte dag. Goeie dag. Slechte dag. Goeie dag. Sikkel van nou dit ding op bom kan my besluit te vermindig. Want pa het daarom besluit geneem die oom met pa die slechte gedrag het. Hoe vertel jy vir jou kind dat papa nie meer daar is nie? Gelukkig was dit my burg. My ma se vrou en haar pa het al bevestig. Vir jare het ek geleef en vir allemaal vertel dat het elkaar ongeluk was wat pa weggevat het. Op slag dood. Dit is hoe ek het beskryf het. Ek kan nou die hele boek skryf oor pa wat nooit bestaan het nie. Maar ek kan nie die paragraaf skryf oor pa wat nou bestaan het. Pa het my moet eers die kans gegee om 'n hoofstuk papier neer te lê. Hoe beskryf ek my pa? Hoe beskryf ek hom?
Skinner nasploh ni dobro. Sam izdal, nekaj. Ti barvi ima bi mosti tudi nekaj. Vsak misli, ko bi je tako zanjavljeno. Hvala.